Ja, goedemiddag. Welkom in mijn keuken op deze donkere, regenachtige maandagmiddag, bijna avond. En we gaan nou iets heel speciaals maken, iets heel lekkers met kip en kalkoen. Nou wordt het verschil tussen kip en kalkoen niet zo heel veel, alleen in kalkoen is er natuurlijk meer ijzer. En het is een beetje grof van structuur en de kleur is donkerder. Dus het wordt eigenlijk een kip-kalkoen, romige kip-kalkoen mix. Maar we gaan nou eerst wat even bekijken wat er allemaal voor nodig is. Nou, dan heb ik hier dus ongeveer 400 gram kippendijfiletjes en 450 gram kalkoendijfiletjes. Die ga ik straks natuurlijk in blokjes snijden. Goed kruiden. Gaan we allemaal bekijken. Verder hebben we nodig olijfolie, kipkruiden, kokerroom, sojasaus, zwarte peper gemalen en zout. Twee mosuitjes, twee bosjes, kijk, één groot bosje zeg maar, ja. 250 gram champagne. Champignons, kastanje, champagne zeg ik, oeh, dat is bijna rijden met oud nieuw, dan is champagne, maar nou nog kastanje, champignons. 1 grote rode paprika, 3 middelgrote eieren, 1 citroen, stuk of kijk, 3, ik heb er 6 aardappels, dat zijn gewoon aardappels, dat is toevallig een beemster aardappel, heel lekker, iets zoets zeg is die, maar gewoon aardappel staat ook. 3 worteltjes, 2 Jona Gold appels en dan heb ik een citruspers, die heb ik erbij voor het stoentje, 1 kipbouillonblokje en 1 groentebouillonblokje. We hebben natuurlijk een kom voor het sausje in te maken en uiteraard een slagkoeker. En wat we ook nog nodig hebben, er zijn nog knoflookvlokken en kristalsuiker. Dan gaan we eerst beginnen met het soort van marinade te maken. Pakken we wat olijfolie. Oh, best een scheut trend wat je ziet. Ja. Dan sojasaus. Er zit niet meer zo heel veel in de fletjes als je ziet. En nou, dan laat ik er bijna geen in lopen. Sojasaus is iets wat zoutig, vandaar dat ik er zometeen nog een schepje suiker bij doe. Om lekker die smaken te kunnen combineren en te mixen. En ik stop eens eventjes. Zo. Kokerroom. Eén zo'n klein pakje. Doe er helemaal in. En dan wordt dat... Die kip en die kalkoen, daar wordt dan lekker romig van. Dat zie je, heel pakje, knijp er gewoon helemaal in, hupsakee, yes. De citroen, die heb ik inmiddels. Dat mooie leuke persje gepest, kijk. Gaat er ook mee in. Dan is dat, voor degene die dat precies willen weten, want je kunt natuurlijk ook kant en klaar lopen. 0,30, zie je het? Wat een handig potje hier. Ook erin. Zo, hier. Zo. Dan zijn we toe aan het schepje suiker. Gewoon een schepje. Zo, ja. Kijk, beste schep, zie je? Zo, hopsa. Nou, gaan we het heel goed op elkaar roeren. Citroen. Uit het. Ja, zie je zo. Wat romig, iets wat dikkig is het. We moeten die kokerroom, hè. Zo. De kip en de kalkoen. Heb ik inmiddels een kleine stukjes gesneden. Kip hier zo, kalkoen daar zo. Dus dat zijn dijtjes van beiden. Hè? De kalkoen is wat donkerder als je ziet. Er zit wat meer ijzer, maar qua smaak verschillen ze niet zoveel. En beide hebben ze dezelfde gaartijd, dat is 4 uur. Dus je ziet, hebben ze goed bestrooid met... Kipkruiden. Zeker een half uur laten staan. Zeker wel, dat het er goed uit is ingetrokken. En dan gaan we dat zo
in de zomer doen. Maar het eerste gaan daar die drie grove eieren. Die heb ik gewoon ook grof gesneden, grof gelaten, kijk je ziet. Niet al te kleine stukjes, gewoon ook zo laten. Dan doen we dat op de bodem. Mooi op elkaar ermee. Ja. Dat is dat. En dan nemen we de wortels. Ik had er drie. Kijk. Gewoon vrij kleine stukjes. Ook de iets wat dunnere wortels heb ik uitgekozen. Ja. En daar dan weer bovenop. Beetje op elkaar weer ook. Zo. Ja. En dan de vijf middelmatige aardappels. Die heb ik goed bestrooid. Goed laten intrekken. Het zout zit er goed ingetrokken. Laat dat bovenop. Zo. Ja. Kom. Zo, ja. Zo. En dan de kip en de kalkoen erop. Schuif dat zo dat overal wat komt. Kijk, zie je dat? Ja. Zo. Dan uit elkaar. Jipsa. Dan zorg ik mijn keurig netjes. Dit en dat wordt op het laatste. Dan de knoflookblokjes. Handig lang dat je dat zelf lust. Nou, ik lust dat dus heel graag. Gewoon over die kip en over die kalkoen. Strooien. Zo. Dat lijkt mij wel voldoende. Daar bovenop. Die komt laatst. Komen er niet champagne, maar kastanje champignons. Gewoon gehalveerd heb ik ze, kijk, mooie grote stukken champignon. Helemaal erin. Oh ja. Yeah. En dan hebben we alleen nog wel over de rode paprika en de twee Yonagold appels. Ik wil eigenlijk overal een beetje kijken, zo doe ik dat een beetje verdelen. Paprika overal, zo, ja. Yeah. Netjes doen, goed verdelen. Ja. Zo, en dan de stukjes appeltjes. Zo, ja. Zo. Netjes overal hebben we wat meer. Ja. Ziet er keurig uit zo. Dan hebben we er alles in zitten, ja, en dan gaan we het sausje eroverheen sprenkelen. Soort van marinade, dit is natuurlijk geen echte marinade. Een soort van marinade is het toch wel. Kijk, dat is ongeveer 300, 0,3. Genoeg. Maar er komt natuurlijk nog genoeg vocht vrij uit de groenten, uit de worteltjes en ook uit de eieren en uit het vlees natuurlijk. Dus dan gaan we er mooi, gelijkmatig, overheen gieten. Zo, baantjes trekken, net als in een zwembad. Ja. Zo. Ach. Nog niet helemaal tot de volgende keer, want kijk eens wat ik hier nog heb. Onze bosuitjes. En dat kwam mooi uit, want dat moest precies zo, die marinade op de appeltjes en op de paprika. En daar bovenop komen de bosuitjes. Die zijn lekker sterk van smaak. Helemaal erop. Bovenop gewoon. Zo, ja. Ook bovenop laten. Het is ook helemaal onnodig om het te gaan omschippen en doen. Zo. Poppetje gezien. Kaasje dicht. En nu pas zeg ik definitief tot een volgende keer. Doei!